Ja, Gerard de Nooijer, de nieuwe grasmat lichter. Hoe vind je hem? Nou, we hebben er gisteren op getraind en prima. Er stond nog geen lijn op, maar oké, dat is niet zo erg. Maar het was wel natuurlijk een verschil met of je kunstgras speelt al 5 jaar en je gaat nu weer voor het eerst op gras spelen. Maar oké, we trainen natuurlijk al een week hier op gras, dus dat verschil is er niet. Maar het is natuurlijk wel heel lekker dat we een grasmat leggen. Want waaraan merk je dat dan, dat is zo'n groot verschil? Nou ja, dat voel je natuurlijk al aan je voeten, aan je schoenen. Als je het veld oploopt, het is zacht, het is ja, nu nog steeds egaal. Maar voor de voetballers is gras natuurlijk altijd het ultieme beleving van het voetbal. Hey, ik zag in de groep tijdens de training zag ik een ontspannen sfeer. Ja. Is er een ontspannen sfeer in de groep? Jawel, want we hebben natuurlijk wel 8 weken voorbereiding gehad en dat is lang. Van 25 juni al bij elkaar. Maar oké, dan zie je zo'n laatste training moet. Dan is alles al, we weten alles al. We weten alles van Helmond Sport. We weten hoe we gaan spelen. Dan moet je zo'n laatste training gewoon lekker zo. Gewoon trainen hoe wij nu getraind hebben. En dat is prima. Hey, de groep was al vrij vroeg compleet. Wat geeft dat voor gevoel? Nou ja, dat je in ieder geval al 4 weken met dezelfde samenstelling kan spelen en trainen. Zonder bijna geen blessures. Brenden was nu binnengebleven, maar die speelt gewoon morgen. Dus ja, als je ziet wat voor groep we hebben, het plezier straalt er vanaf. Ja, over Brandon gesproken, Brandon Armand Ottewil. Is dat een beetje een geheim wapen vanmorgen? Want het is natuurlijk, ja, ondanks dat hij vorig seizoen weinig gespeeld heeft, gewoon een oud Helmond sportspeler. Ja, dat klopt. En toen is hij eerst half uur tegen Volendam, is hij uit de wedstrijd geschopt. Lang geblesseerd geweest, maar hele goede voorbereiding. En een beetje last van zijn lies. Dus we hebben uit voorzorg eruit gehouden. Maar morgen is hij topfit, geen probleem. En kan hij dan nog iets inbrengen, geheime informatie of zo? Nou, dat weet ik niet. Ik heb nog niet gevraagd. Dus ze hebben ook een heel andere elftal dan vorig jaar. Andere trainer, andere denkwijze. Dus ja, we hebben de beelden van Helmond Sport. We gaan kijken. We hebben deze week goed gekeken. We zijn er zelf naartoe gegaan. Dus we hebben wel een goed beeld van ze. Hey, omdat je nou zo al lang samen bent met die groep, ga je dan ook anders een seizoen in met een hogere doelstelling? Nee, want de doelstelling blijft nog steeds. Hè. Straks heb je een top 8. En daarachter daar kunnen wij met heel veel ploegen, met heel veel elftallen, kunnen we om zeg maar een play-off ticket strijden. Nou ja, die doelstelling gaat daar niet door veranderen. Dus nogmaals, we hebben een goede, fijne groep. Goed om mee te werken. Ook een jonge groep, hè, waarvan Stankov de oudste is, onze aanvoerder. De rest is heel jong, maar dat is niet erg. Ze zijn gretig en hopen dat zich vertaalt na een hele goede voorbereiding. Dat we 3 punten morgen kunnen, of hier kunnen blijven, in ieder geval tegen Helmond Sport. Ja, je zegt het zelf wel, hele jonge groep. Eigenlijk Stankov moet een beetje alle ervaring binnenbrengen. Is dat niet te weinig ervaring? Dat zien we morgen wel. Dat zien we wel het komende seizoen. Hè, dat zien we wel, dat weten we niet. Hè. Quincy is 17. Dat is onze jongste speler. Begint ook gewoon. Ik kijk niet naar leeftijd. Ik kijk gewoon wie hebben we nodig, wie kunnen we opstellen en wat is het beste team. Nou, dat zullen we morgen zien wie dat gaat doen, wie er gaat spelen. Maar er zal niet zoveel veranderen ten opzichte van afgelopen weken. Is dit nou de beste en meest bij elkaar gehoede selectie die jij tot nu toe hebt gehad? Of vind je dat nog, is dat nog niet te zeggen? Nee, dat is veel te vroeg. Dat is veel te vroeg. We hebben wel gekeken naar karakters. Jongens die graag willen, die gretig zijn, die graag willen trainen, hard willen trainen. Ja, en hopelijk dat het uitbetaald wordt naar morgen toe. Alleen morgen is natuurlijk niet het enige. We hebben nog wel tot de winterstop sowieso heel veel wedstrijden. Dus we gaan gewoon kijken tot de winterstop. En dan kunnen we een conclusie maken van oké, hoe goed is de groep, hoe ver zijn we en kunnen we de doelstelling bijstellen. Want, ja, je doelstelling noem je nu, hè? Halen van zo'n play-off ticket. En je noemt achter de top 8, maar is dit FC Dordrecht dan niet goed genoeg voor de top 8? Nou, nogmaals, dat kan ik nog niet zeggen. Maar als ik kijk naar de clubs die gedegradeerd zijn, de clubs met de begrotingen die ze hebben en de achterban, nou ja, dan moet je gewoon realistisch zijn. En ik ben heel realistisch. Opstelling voor morgen al in je hoofd? Ja. Kan je ons wat tipjes van de sluier oplichten? Nou, dat is niet zo moeilijk. Als je gewoon kijkt hoe we vorige week gespeeld hebben, dan weet je hoe we spelen. Dankjewel. Dus gaan we niet veranderen.